Yo, Nintendo fans. Je bent me vergeten in de vorige video. Ja, maar dat komt omdat je zo vervelend bent. Je moet eens een keer aardig doen. Wat is dat? Nou, gewoon dat je misschien iets aardigs zegt over een persoon. Maar dat kan jij niet, dus ga maar lekker hier chillen. We gaan vandaag naar dag 3 van de exploration van deze gasten in de wereld van Pikmin. We hebben in ieder geval in de vorige aflevering eten gevonden. En Brittany die zegt, dat fruit, de juice, de sap, die is echt super lekker. Veel lekkerder dan alles op onze eigen planeet. We moeten nog doorgaan met ons onderzoek. En Elf die zegt, inderdaad, laten we dat doen. De prioriteit moet meer fruit zijn. Maar we hebben ook nog de Cosmic Drive Key nodig. Ja, zonder die key kunnen we dus nu niet naar huis. En we moeten ook de kapitein nog vinden, want de kapitein is nog steeds kwijt. Dus, fruit, sleutel, kapitein. We gaan weer terug naar de Garden of Hope, want ze denken dat de kapitein daar is. In de vorige aflevering was er één Pikmin dood gegaan. Doe een duimpje omhoog als je medelijden hebt met die Pikmin die is opgegeten. Oké, eens eventjes kijken. We zijn hier natuurlijk al geweest. En we kunnen gewoon al onze Pikmin lekker meenemen. Ze zitten nu gelukkig in dezelfde bulb. Dus we kunnen ze uit één plekje halen. Eens even kijken waar we moeten zijn. Oh, kijk, we kunnen ook gelijk hier weer... Hoppakee, deze pakken... Blijkbaar zijn die plantjes allemaal weer teruggegroeid. En hier hebben we ook weer nectar. Dus we kunnen alle Pikmin eventjes laten evolueren. Kijk, die met dat bloemetje op hun hoofd, die zijn al geëvolueerd. Maar die andere met dat blaadje op hun hoofd, die zijn nog standaard. Dus die moeten we nog eventjes laten evolueren. Want dan worden ze sneller of sterker. Nou ja, dat soort dingen. Volgens mij is het allemaal op. Dus laten we teruggaan. We hebben er hier weer 3 Pikminnetjes bij. Ja, ik ga de verkeerde kant op. In de vorige aflevering hadden we namelijk aan het einde nog een glazen plaat kapot gemaakt. Dat was super handig. Alleen toen was het al bijna avond, dus ik kon er niet meer naartoe. Dat was hier. Ik moet hier naartoe, sowieso. Even kijken hoor. Deze, die moeten we dus verslaan met steen-Pokémon. Want steen-Pokémon... Pokémon. Pikmin. Steen-Pikmin. Die kunnen niet geplet worden. En ik heb zo voor een gevoel dat die kikker... Ja, dat die wel eens... mij zou kunnen gaan pletten als die begint te springen. Dus laten we deze ook even pakken. Hop. Nee, nee, nee. Niet in het water. Niet in het water. Niet in het water. Fluiten, fluiten, fluiten. Holy crap, ik gooi de mis. Ik gooi de mis. Kom op, kom op, kom op, kom, kom hier, kom hier, kom hier. Maak hem kapot. Maak die kikker kapot. Maak die kikker kapot. Lekker. Oké. Woe. Dat scheelde niet veel, jongens. Ik had ze bijna in het water geflikkerd. Oh, en deze kikkers kunnen niet springen als die wordt vastgepakt door Pikmin. Dus dat is heel nice. Oh, wow, 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 wow. Wat zijn dit dan? Wat zijn dit? Dit zijn gewoon blaadjes. Pak die blaadjes. En breng even deze gast naar huis. Is hier een Pikmin? Was er één Pikmin van mij dood of niet? Of hebben we gewoon een blaadje gesloopt? Ik heb geen idee, maar laten we doorgaan. Hé, kijk, daar is weer een vlinder. Die kunnen we ook kapot maken. Hoppakee, laten we die ook even meenemen. En hop, nu even chargen. Zwarte Pikmin. Rode Pikmin. Iedereen chargen. Oh, wat gebeurt hier trouwens? Oh, de ui die kan geen nieuwe zaadjes meer eruit gooien. Blijkbaar is het daar te druk. Als er 100 Pikmin zijn in het veld, dan blijven die anderen dus in de ui. Je kan dus maximaal 100 Pikmin in het veld hebben. Oké. Helemaal prima. Ik ga ze even ophalen dan. Komt u allen maar even mee. Oké, de deur is open, jongens. En we gaan. Er is alleen één Pikmin niet in mijn squad. Die staat daar, zie je? Die zat even te lantefanten. Oké, waar gaan we naartoe? Wat is dit allemaal? Waarschijnlijk moet ik hier wat Pikmin opgooien. Dan kunnen we nu Brittany misschien... Oh, misschien hier opgooien? Ik weet niet zo goed wat we moeten doen. Kunnen we haar daar nog... Nee. Oké, wacht. We gaan hier even weg. Ik heb niet het idee dat ik deze puzzel nu snap. Laten we eerst eens even wat anders gaan doen. De game zegt ook met die pijltjes dat we eigenlijk ergens anders naartoe moeten. Dus laten we daar naartoe gaan. Kunnen we hem chargen? Laten we deze chargen. Hoppakee. Lekker bezig. Laten we die ook chargen. Charge hem. Hoppakee. Oh, gelukkig. Oké. Dan nemen we nu 5 van deze even deze enemy mee. Zo, toppie. Ja, lekker Pikminnen. Hier hebben we ook 5 Pikmin voor nodig. Ja, doe jullie ding. Oké. Wij moeten nu hier naartoe. Hoe gaan we daar naartoe? Moet ik nu Pikmin naar de overkant gooien? Want daar ligt de restant van de brug. Oh, wacht even. Ik moet denk ik die guy naar de overkant gooien. Ja, en ik moet denk ik ook allemaal Pikmin even daar naartoe gooien. Ik gooi gewoon alle rode Pikmin daar naartoe. Zo, hoppakee. Dan moeten we even van character wisselen. En dat, hoe deden we dat ook alweer? Oh ja, dan moeten we op I drukken en dan zo... Juist, oké, cool. Op I drukken en dan naar een pijltje naar links, want dan hebben we het andere character.
Hoppakee. Doe je ding. Lekker. Ga maar even een bruggetje bouwen voor ons. Oude bruggenbouwers. Hier hebben we nog wat eitjes voor jullie. Hier, geniet ervan, jongens. Nectar. Kunnen we hier niet gewoon overheen lopen en dat jullie dan automatisch nectar gaan eten? Ja, kijk, dit werkt veel beter. Kijk, nu hebben ze allemaal gewoon nectar geslurpt. Dat is nice. Jullie mogen even meekomen. Oh, wacht even. Er moet ook aan die kant nog een brug gebouwd worden, zo te zien. Nou, anyway, ik ga gewoon even door. Oh, we gaan daar weer een grot in. Oh, jee. Jullie mogen even chargen. Ik heb toch ook de steentjes nodig, jongens. De steenpikmin. Brittany, jij mag daar lekker even in je eentje gaan chillen. Ik neem al de pikmin mee. Oké, let's go. Charge! Oh, hier zijn gewoon nog meer steentjes. Ah, kijk. Daar waren de restantjes van de steentjes. Kijk, nu kan Brittany ook gezellig mee. Nog een paar steentjes. Juist. Brittany, kom maar. Zo, jullie zijn even nectar aan het slurpen, jongens. Helemaal top. Dan gaan we nu met z'n allen deze kant op. En ook Brittany is erbij. Ik ben benieuwd wat we hier gaan vinden, jongens. Het is weer een nieuw donker gebied. Weer een nieuwe... Oh, het is geen grot. Ik dacht dat we een grot ingingen. Maar het is geen... Ja, het is weer... Oh, we moeten... Kijk, het is een grote boom. Een grote afgebroken boom of zo. Hier is nog een datafile. Wat staat hierin? Oh, dit is een datafile van Captain Olimar uit de andere Pikmin games. Hij is hier ook geweest. En hij wilde een souvenirtje meenemen voor zijn zoon. Captain Olimar, die kwam van Hakkotate. Dat is zijn planeet. Zouden we Captain Olimar nog tegen gaan komen? Dat zal wel episch zijn. Maar eerst... Ja, eerst moeten we onder deze boom... Oh, dit, ik vertrouw dit voor geen meter. Wat is hier gaande? Dit ziet er echt uit als een boss battle, jongens. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Wat is dit? Holy crap. Wat is dit voor een beest? Dude. Wat is dit voor een beest? Hoe ga ik dit beest verslaan? Holy moly. Kijk hem dan. Nee. Oké, ik ga eerst even de datafiles pakken, jongens. Hij is zacht aan de binnenkant. Dat betekent dat we waarschijnlijk eerst de steentjes moeten gaan gebruiken. En die er bovenop moeten gooien. Ja, kijk. We moeten inderdaad eerst de steenpikmin gaan gebruiken. Let's go. Pak hem. Maak hem kapot. Nice. Oké, kom maar. Nu moeten we denk ik de andere pikmin gebruiken. De rode. Kijk, ja, die moeten hem daar dan pakken. Nice. Kijk, er zijn er een paar nog meegenomen. We moeten de rest even terugroepen. Oh, roep ze maar allemaal even terug. Gooi het op de staart. Gooi ze op de staart. Nice. En ik moet ook die andere gewoon erop gooien. Gewoon alles erbovenop gooien. Let's go. Kom maar terug. Eens even kijken waar die is. Waar is die? Hij is boven. Ik weet niet waar die is. Oh, hij komt hier denk ik. Oh, daar is die. Pak hem. Lekker. Nice. GG. Oké, allemaal Pikmin zijn kwijt. hij komt. Oh, kijk, we hebben één van zijn voorkanten gesloopt. Zie je het? Lekker bezig. Kijk, hij is zijn rechterhoorn is die kwijt. Nu is hij ook zijn linkerhoorn kwijt. Super cool. Nice. Er zitten nu 81 Pikmin in mijn squad. 19 zijn hier niet. Dus ik weet niet waar die wel zijn. Maar die zijn in ieder geval niet hier. Nice. Lekker. Oké, dit was fase 1. Oh, wat gooit hij nou uit zijn bek, joh? Oh, dat is fruit. En een telefoon. Wat? We hebben een telefoon. Die had hij gewoon even opgevreten. Dit is wel echt een oldschool Sony Ericsson uit 1990 of zo. Elf die is blij dat we het gevonden hebben, maar hij zegt ja, wat betekent dit nou eigenlijk voor de kapitein? We moeten deze even terug meenemen naar de Drake om te analyseren. Ja, laten we dat doen. Hier hebben we dus blijkbaar 10 Pikmin voor nodig om deze te verslepen. Hoppakee, ja. Dat is 10. We hebben hier ook een nieuw soort fruit. Daar hebben we er 15 voor nodig. Neem het maar lekker mee, jongens. Nog 3 te gaan. Zo, hoppakee. Yes. En hier hebben we 20 Pikmin voor nodig om dit grote wezen mee naar huis te nemen. Nice. Oh, hier krijgen we superveel nieuwe Pikmin van, denk ik, jongens. Hey, doei doei. Is er voor de rest hier nog iets in deze grot? Kunnen we bijvoorbeeld deze paddenstoelen meenemen? Nee, die zijn niet eetbaar. Die zullen waarschijnlijk giftig zijn, die champignons. Nou, dan gaan wij ook terug. Poempidoempidoempidoem. Dit is toch lachen. Kijk hoe ze dit grote beest meenemen, jongen. Lekker bezig, jongens. Kijk hoe groot... Dat fruit is ook groot, jongen. Nou, daar nemen ze de telefoon mee. Nou, ze gaan dus allemaal even hier naartoe. Hier stonden inderdaad nog een paar Pikmin te wachten op mij. Hallo, mag ik misschien bellen met mijn beste vrienden met wie ik in 1990 nog contact had? Henk, als je luistert, ik ga je bellen, ja? Met deze telefoon. Oké, de telefoon die is terug naar de Drake gebracht. Daar
gaan we even analyseren. Eens even kijken wat er gebeurt met die telefoon, hoor. De analyse die is compleet. En dit is dus inderdaad een eeuwenoud communicatieapparaat op deze planeet. Hij heeft onbekende technologie voor de mensen van Kopai. Dat is de planeet waar deze gasten vandaan komen. Maar nog steeds stuurt hij er een signaal uit. Net als die oude Nokia's. Die gaan nooit kapot. En als we dit ding weten te integreren in de Drake, in ons ruimteschip, dan krijgen we een sterkere signaalsterkte. En Alfie, die gaat even een nachtje doorwerken, zegt hij. Nou, nu is het nog even wachten op de rest van de items. Waaronder dit heerlijke fruitje. Als ik er nou meer op gooi, hè, gaan ze dan sneller? Zouden ze dan sneller gaan lopen? Volgens mij wel. Volgens mij gaan ze dan sneller. Kijk, ja, dan gaan ze veel sneller. Oh, joh. Help maar even mee, joh. Het past maar net door de poort. Kijk, dit mega fruit, jongen. Nou, helemaal top. Ik denk dat iedereen terug in de bulb kan. En ondertussen hebben we al 120 van die rode Pikmin. En ook 57 van die donkere Pikmin. Ga maar lekker slapen, jongens. Jullie hebben hard gewerkt vandaag. Goed gedaan. Jullie hebben een gigantisch monster verslagen. Ik ben hartstikke trots. En dan gaan wij ook lekker terug het ruimteschipje in. Dus even kijken of er nog Pikminnetjes zijn. Volgens mij niet. Nee, oké. Nou, dan kunnen wij ook naar huis. Hey, mazzel. We hebben nog steeds de kapitein niet gevonden. Daarmee speelden we op dag 1. Maar ik weet niet waar die nu is. We hebben hem nog niet gevonden. Maar misschien met die telefoon dat het wel gaat lukken. En dan gaan we eens even kijken wat deze dag voor ons heeft gebracht. We hebben dus een nieuw fruit gevonden. En dit was wel echt een mega fruit. Laten we deze even analyseren. Want ik denk dat we hier heel veel fruitsappies van kunnen maken. Kijk, hoppakee. Nog eentje. Oh, ja? Wel, oké. We hebben nu al 6 dingetjes. We kunnen er nog wel eentje uithalen. Ja, lekker man. Heerlijk. We hebben maar liefst 7 fruitjes. Dus we kunnen nog 7 dagen sowieso overleven vanaf nu. Oké, nog 6. Want we hebben er nu eentje opgedronken. Dit was de samenvatting van dag 3. We hebben er alleen maar Pikmin bij gekregen. We hebben geen Pikmin verloren. We hebben dus een communicatieapparaat gevonden. En Elf is er super enthousiast over. Want hiermee kunnen we de Drake's communicatiegebied kunnen we vergroten. Dus ik ben benieuwd wat er vanaf nu gaat gebeuren. En dat gaan jullie natuurlijk weer zien in de volgende Pikmin aflevering. Doe een blauw duimpje omhoog als je dit vet vindt, jongens. Abonneer op dit kanaal, want ik vind het sowieso vet. En dan zie je elke dag nieuwe Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!